En zo begon vandaag de 32e editie van de triathlon van Stijn. 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en dan nog 21 kilometer hardlopen. Je moet dat ervaren hebben eigenlijk. Dus ja, die voldoening is eigenlijk aan de finish. Tijdens de wedstrijd moet ik toegeven, vind ik het ook niet zo plezant. Het is een heel sterk deel uitgesteld. De Nederlandse top is aanwezig, Duitsers, Zwitsers, Belgen. Dus het wordt een geweldige wedstrijd. En het is afzien bij het zwemmen. En terwijl zij nog in het water liggen, is de eerste man alweer bij de fietsen. Martijn Dekker, een van de favorieten. Op de blote voeten richting de uitgang, voor zijn teamgenoot Juri Severin. Veel toeschouwers langs de kant. Hans Raats in de middenmoot pakt zijn fiets voor bijna 90 kilometer in en rond Stijn. Wat een bikkels, hè, deze man. Hè? Ongelooflijk, hè. Ja. Dikke bewondering. Niet alleen voor de eerste vijf, maar voor ze allemaal. Ja. Martijn Dekker heeft zijn voorsprong uitgebreid tijdens het fietsen. Ligt bijna 9 minuten voor op zijn belagers bij aanvang van de 21 kilometer rennen. En dan zien we ook Hans Raats weer eerder dan verwacht. Problemen met de ketting en zijn race zit erop. Ik kon niet meer verder? Nee. Zwaar teleurgesteld, echt zwaar teleurgesteld. Maar ook dat is triathlon. Voor de rest van de deelnemers wachten nog 21 zware kilometers lopen. Martijn Dekker, de koploper, stort erin volledig in, wordt slechts derde. En de overwinning, die is voor de Belg, Tim Breidenbach. Ja, volgens mij heeft hij op de fiets gegokt en ik heb in het lopen gegokt. En ik ben blij dat ik eigenlijk uit de tank ben kunnen blijven en toch de overwinning heb behaald.